Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan een babyjurkje maken. En ik til even de camera op om hem helemaal te laten zien. En hier heb ik al een keer slofjes van gemaakt, van deze wol. En het is echt, ja, het is alleen maar meerdere en een bovenkantje haken. Maar je bent er toch nog wel eventjes mee bezig. Want ja, het moet natuurlijk wel netjes. Je haakt deze over een babyrompetje, dus ik zou adviseren om een babyrompetje in huis te halen. Van deze wol heb ik al eerdere serie de slofjes. Ik heb gemaakt een mutsje. Dit komt nog op video, die komt later. Die moet ik nog op video zetten. En ik heb ook al een babydekentje gemaakt en allemaal van dezelfde serie van Supersoft. Dit is de Cold Midwife en ik heb er ook al een rand bij gefilmd. Maar vandaag gaan we aan het jurkje werken. En als jullie een ja, rompetje willen halen, je hebt nog meer nodig hoor. Je hebt dus, ja, ik heb twee bollen nodig gehad. Maar het kan zijn dat je ja, strakker haakt of ja, andere wol hebt. Je hebt nodig. Ik zal even hier naartoe lopen. Een centimeter schaar, twee markertjes en een stopnaald. En je kan natuurlijk ook nog ja, wat hartjes voor aan de voorkant maken. En je hebt nog nodig een mooi lint voor de voorkant. Dus we beginnen dadelijk met de opening, de halsopening in het rond. En dan zie ik je zo terug. We beginnen dus bij de hals. Als het goed is heb je je rompetje al in huis. En we beginnen bij de ronding van de hals. En je zet 72 steken op. En dan gaan we aan de eerste toer beginnen. En de eerste toer is 2 stokjes, een losse, 2 stokjes, 2 overslaan en een stokje. Maar we gaan het samen doen. Dus je pakt je bolletje wol en ik heb haaknaald nummer 4. En dan leg ik eventjes het jurkje opzij. En je begint met een opzetlus. En je gaat 72 steken haken. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. En ik zie je weer terug als je er 72 op hebt. Nu heb je 72, een ketting van 72 steken. En die zet je vast. Dus je sluit de ring. En dan moet je kijken of hij niet gedraaid is. Dus dan hou je hem eventjes zo dubbel. En dan sluit je de ketting met een halve vaste. Dan begin je met 3 lossen. En in diezelfde steek zet je nog 1 stokje. En dan een losse en weer in diezelfde steek zet je weer 2 stokjes. En dan sla je 2 steken over, 1, 2, en hierin, in die derde, zet je weer 1 stokje. Oh, 1 stokje. Nou. 3 keer scheepsrecht, omslaan, 1 stokje in de derde. Dan sla je weer om en dan ga je weer 2 steken verder en in de derde zet je 2 stokjes, een losse 2 stokjes. Dus dit is 1, dit is 2
en een losse, en met twee stokjes. En dan sla je weer twee steken over en dan zet je hier weer één steek in. Of één stokje, sorry. En dan weer twee overslaan, 1, 2 en dan zet je hier weer zo'n groepje van twee stokjes. 1 in dezelfde steek en weer 2. En weer één losse en weer twee overslaan en in die derde steek zet je één stokje en weer twee overslaan en in de derde zet je weer het groepje van twee stokjes. Sla je weer twee steken over, 1, 2 en in de derde weer één stokje. En dan ga je weer 1, 2 verder en in de derde het groepje van twee stokjes, een losse, twee stokjes. En dit is de hele toer, moet je zo afmaken. En als je de toer af hebt, dan zie ik je weer terug. We zijn nu geëindigd bij het eind van de toer, waar hier die twee stokjes en losse en twee stokjes in één in de begintoer zitten. En we eindigen met één stokje. En we eindigen de toer, we zetten hem vast in het tweede losse van het stokje met een halve vaste. Dus we halen de draad op en we trekken hem meteen door. En dan heb je toer 1 gesloten. Dan beginnen we met toer 2 met 3 lossen. Nee, ik zeg het fout. We moeten dus hierin uitkomen. En sorry dat ik niet goed zeg. We hebben dus de toer gesloten. En dan gaan we even hier naartoe haken. Dus we zetten even hier de haaknaald in de opening. En dan halen we de, zeg maar, de draad naar het midden van het groepje van 2. En daar zetten we 3 lossen in. En dan gaan we weer nog een stokje pakken. En dan telt deze mee als stokje. En dit is een stokje. En dan weer een losse. En dan weer 2 stokjes in deze opening. Kijk, en dan komt het er zo uit te zien. Dus je moet echt, als je de toer sluit, naar het midden haken van het eerste groepje. En dan krijg je echt die V'tjes boven elkaar. Dan ga je naar dit stokje en hier zet je 2 stokjes op. Dus je slaat je draad om en je zet in deze opening hier, daar zet je een stokje en je zet er nog een stokje in, dus je slaat nog een keer om en je zet hier nog een stokje in. Kijk, en dan krijg je hier de groepjes met de V'tjes en hier krijg je een soort meerdering. En dan gaan we weer naar deze, omslaan, 2 stokjes, een losse en 2 stokjes. En dan gaan we weer naar die enkele en daar zetten we 2 stokjes op. En je moet echt in die steek zitten met die twee lusjes.
en weer een losse en weer twee stokjes in het groepje. En op de, kijk hier, zo zet je je naald in. En daar komen weer twee stokjes op. En dan ga je weer naar het groepje en dan zet je weer een groepje van twee, een losse en twee in. En je zet weer op het stokje twee stokjes. En weer in de grote opening twee stokjes, een losse, twee stokjes. En weer op het stokje twee stokjes. 1, 2. En weer in de grote opening twee stokjes, één losse. Stokjes en met twee stokjes op het ene stokje, en zo maak je de hele toer af. En dan zie ik je weer dadelijk bij toer 3. We zijn nu op het eind van toer 2 met twee stokjes geëindigd, en we komen hier weer bij het nu bij de nieuwe toer aan. Dus we sluiten even toer 2 in de tweede of de derde losse. Ik pak altijd de tweede, vind ik makkelijker, maar het kan ook de derde zijn. Derde losse met een halve vaste, en dan ga je met halve vaste naar hier naartoe. Dus je haalt even je haaknaald hierdoor en je haalt je naald door en je slaat nog een keer om. Oh nee, sorry, halve vaste. Ik doe nu een vaste. Nou, en nog één keer. Ik wil het te goed uitleggen. Je doet je haaknaald door. Je haalt hem, haalt de draad op en je doet hem in één keer door. En nog een keer tot je in het midden bent. En dan haal je hem ook in één keer door. En dan ben je met halve vaste dus in het midden van die V. Dan doe je 3 lossen. En weer een stokje in die opening. Dan weer een losse, dan weer een stokje in de opening, dus twee en de tweede. Dus je hebt hier weer het groepje van 2, een losse en 2. En als je bij die twee stokjes bent, dan ja, je slaat je draad om, je doet eerst 1 stokje op het eerste stokje, en dan moet er in het midden hier een stokje komen, die zet je gewoon meteen ertussen, tussen de twee stokjes. En het derde stokje steek je in deze opening. En toch vind ik dit niet mooi, dus we gaan er toch een andere methode pakken. Eentje terug. Het eerste zetten we op het eerste, en het tweede zetten we in het midden, en het derde pakken we op het tweede stokje. Ja, zo gaan we het doen. Dan gaan we weer in het midden van de V. Twee stokjes, een losse. Twee stokjes. En dan gaan we nu aanhouden bij die twee stokjes wat we bij die andere ook hebben gedaan. Dus je zet eerst 1 stokje op het eerste stokje. Dan een stokje in het midden. En dan een stokje op het tweede stokje. En dan gaan we weer naar het groepje van 2. Dus op 1 stokje.
op het eerste stokje, een stokje in het midden en een stokje op het tweede stokje. En dan weer naar het groepje van 2, een losse en 2. 2, een losse en 2. Eén in het midden en één op het derde stokje. Ja, of op het voorgaande tweede stokje. Dus je hebt er in totaal, hou je er 3. En dan weer naar het groepje. En weer een stokje op de eerste, een stokje in het midden en een stokje op de derde. En dan pak je wel 2 lusjes, dat is het mooiste. En dit is toer 3 en dan zie ik je op het einde van toer 3 weer. We zijn nu aangekomen bij het einde van toer 3. En die sluiten we dus. Kijk, dus hier hebben we 3 stokjes. En we sluiten hem in de derde losse. Of in de tweede losse, maakt niet echt uit. Met een halve vaste. Dus de toer is gesloten. En dan gaan we nu de draad even ophalen met een halve vaste. Zodat we weer in het midden van. Van de V'tjes komen met een halve vaste. 2 halve vaste heb je dan nodig. Dan ga je weer 3 lossen, een stokje in de grote opening, een losse en weer 2 stokjes. We gaan nu een stokje op de eerste zetten, op het eerste stokje. En we gaan 2 stokjes in het midden zetten. En dan nog 1 stokje op het laatste, derde stokje. En dan gaan we weer in deze opening het groepje van 2 stokjes maken. En dan lossen. En 2 stokjes. En dan gaan we weer op het groepje van die 3 gewone stokjes. 1 stokje op het eerste. En 2 stokjes in het midden. En dan weer in het groepje. 2 stokjes, een losse, 2 stokjes en een stokje op het eerste stokje, 2 stokjes in het midden en op het derde stokje het vierde stokje. Ja, het klinkt een beetje raar, maar als je bezig bent dan zie je wel wat je aan het doen bent. En weer in het groepje 2 stokjes, een losse, 2 stokjes. En dit is toer 4 en als we bij het einde zijn dan zie ik je weer terug. We zijn aangekomen bij het einde van toer 4 en we sluiten de toer met een halve vaste en we gaan weer met halve vaste naar de opening van deze, ja, van dit groepje van 2. Dus dan ga je met halve vaste van het groepje van 2, dan doe je weer 3 lossen, dan een stokje, een losse en met 2 stokjes dan op dit groepje van 4 zetten we eerst 1 stokje op het eerste stokje
en een stokje op het tweede stokje. En tussen het tweede en het derde zet ik een extra stokje, dus dit is de meerdering. En op het derde stokje gaan we weer een gewoon stokje zetten. En op het vierde, dit wordt het vijfde stokje. Kijk, en dan heb je er één gemeerderd tussen het tweede en het derde stokje. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we weer naar de groepjes. 1, 2 en een losse. En met twee stokjes. Dan weer een stokje op het eerste. Een stokje op het tweede. Een stokje ertussenin. En een stokje op de derde. En dan heb je er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toch blijven tellen hoor, want ja, als je erin mist, dan zou het jammer zijn, dan moet je het uithalen. Maar ja, ik ben ondertussen het groepje van 2 een losse en 2 aan het maken. Dan gaan we weer een stokje op het stokje doen, een stokje op het tweede stokje en een stokje tussen de tweede en de derde in. En dan een stokje op de derde. En weer een gewone stokje op het stokje. Nou, deze zit niet lekker, die haal ik gewoon lekker uit. Even gewoon. Heb ik het gewoon niet goed gedaan. 1, 2, dus dit is de derde. En dan gaan we nu de vierde. En de vijfde. En dan ga ik nu weer naar het groepje van de twee stokjes. 1 stokje, 2 stokjes en een losse. En 2 stokjes. Een stokje op het eerste. Een stokje op de tweede. Een stokje tussenin. Een stokje op de derde. En zo hebben we er weer 5 en we gaan weer naar het groepje en zo maak je de hele toer af. En ik zie je op het einde van toer 5. We komen aan op het einde van toer 5 en dan gaan we de toer weer sluiten. Kijk, hebben we hier 5 stokjes en we sluiten de toer in de derde losse met een halve vaste en we gaan het draadje ophalen met een halve vaste en we gaan nog een keer in de grote opening een draadje halen met een halve vaste en dan gaan we weer 3 lossen doen en een stokje en een losse. En weer 2 stokjes. 1, 2, allemaal in dezelfde opening. We blijven dit herhalen. Dan gaan we op die 5, gaan we in de derde een extra stokje zetten. Dus gewoon een stokje op de eerste. Een stokje op de tweede. En op de derde zetten we 2 stokjes. 1. En in dezelfde opening 2. Dus nu hebben we er 3. 1, 2, 3, 4, 5 en in totaal moeten we op 6 uitkomen en dan gaan we weer in het groepje 2 stokjes een losse 2 stokjes en weer een stokje op het eerste stokje, een stokje op het tweede stokje en 2 stokjes op het derde stokje
En meer. Ja, het groepje heb ik eigenlijk niet uitgelegd net, maar je kan me volgen. En weer twee stokjes. En als je me niet kan volgen, dan spoel je het filmpje nog een keertje terug, hè. 1, 2, 3, 4, 5 en de zesde. En weer een groepje van 2. En een losse. En weer twee stokjes. En zo gaan we toer 6 afmaken. En ik zie je op het eind weer terug. En we zijn weer geëindigd bij toer 6 met hier 6 stokjes. En we zetten weer een halve vaste in de derde losse. En dan halen we weer de draad op naar het eerste stokje. En we halen weer de draad op met een halve vaste met het tweede stokje. En we zetten weer 3 lossen. En we beginnen met toer 7 weer met een stokje, een losse en 2 stokjes. En dan gaan we weer op het eerste stokje een stokje zetten. En op het tweede stokje een stokje. En op het derde stokje zetten we een stokje. En dan zetten we na het derde stokje nog een extra stokje. En dan zetten we hierop op het vierde stokje een stokje. Dus dan hebben we er nu 1, 2, 3, 4, 5. En op de resterende stokjes zet je een stokje. En in totaal 7 stokjes. En dan weer in de opening 2 stokjes. En een losse. En op het eerste stokje weer een stokje. En op het tweede stokje een stokje. En op het derde stokje een stokje. En daarna zetten we 1 stokje tussen. En dan weer een stokje op het stokje. En dan heb je weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes. En dan ga je weer naar het volgende groepje. Met die 2 stokjes in de opening. En een losse. En 2 stokjes. En weer 1 stokje op het eerste stokje. Het tweede. Op de derde. En daarna zetten we een extra stokje ertussen. En weer een stokje. Op het stokje. En weer in het groepje 2 stokjes. 2 stokjes, een losse. 2 stokjes. En weer op het eerste stokje een stokje. Tweede. Op de derde. En een stokje daarna ertussenin. En weer een stokje verder. Op de stokjes. Blijven tellen hoor, dat je dus toch in deze toer, toer 7, 7 stokjes hebt. En dan ga je weer in het groepje verder.
het eerste stokje een stokje, op het tweede, op de derde, daarna tussenin een stokje en weer een stokje op de stokjes. Drie, vier, vijf, zes, zeven. En ik zie je weer op het einde van de toer 7 terug. We zijn nu op het einde van toer 7 en ik sluit toer 7 in de derde losse met een halve vaste. En ik ga hem nu afhechten. Gewoon de draad erdoor trekken. En je hebt het bovenkantje al klaar. Maar het ligt aan de maat, dus als je nu je rompetje erbij pakt, dat gaan we nu doen. Kijk, dit is een rompetje maat 62-66. Deze is dus te klein, dus dat kan je ook zien. En dan pak ik even mijn voorbeeldjurkje erbij. En die is doorgegaan met meerdere toeren. Kijk, en als je dus hier ziet, die toer van 1, 2, 3, allemaal het meerdere, doe je in het midden. En dan kan je hem groter maken, dan maak je het bovenstukje groter. Want zoals ik dit jurkje zie, is het meer, maatje, ja, ik ken die maten niet zo goed van die baby's, dus toch een maat groter dan 62, 68. En dan moet je even voor jezelf meten hoe groot je hem wil hebben, want je moet natuurlijk wel tot voorbij de oksel komen. En dan leg ik eventjes het bovenpandje erop en ik kom je hier niet uit, maar ik ga wel uitleggen hoe dat je dat wel doet. Dus je gaat gewoon door met de toeren totdat je hieronder bent en dat je hieronder zeg maar de marcus gaat zetten. En ik ga even kijken of we goed in het midden zitten, dus dat je die deze punt zeg maar in het midden krijgt. Maar zoals hij er nu uitziet en hij ligt plat, dan kan je ook dit in het midden aanhouden. En dat gaan we nu doen. We houden deze in het midden aan. En als je hem dubbel vouwt, dan zie je ook wat het midden is. Dus dit is het midden. Dan ga ik markertjes inzetten in deze punten. Want deze komen onderaan. Je moet nog even doorhaken hoor, maar om het uit te leggen. Hier komen de markers. En deze heb je in het in de punt en dan gaan we even hier kijken hoe we hier uitkomen. Dan moet je iets verder, ja, hier zou ik iets verder de marker zetten. Dan moet je even zelf kijken hoe het bij jou uitkomt, want de ene haakt losser en de andere haakt vaster. En dat doe je ook voor de achterkant. Kijk, je markertjes die zijn nu bepalend voor de armsgaten. En dan gaan we nu het jurkje eraan maken. Je maakt nu een lus. En je pakt je patroontje bij de stekenmarkeerder, dus bij deze kant, want dan gaan we dadelijk deze kant weer ophaken en dan gaan we hier weer mee verder. Dus je pakt je markeerder hier, je pakt je patroontje en je steekt bij die markeerder. Die haal ik er even uit.
haalt hem door met een halve vaste. Zo, dus die zit vast. Ik leg eventjes het rompetje weg. En we gaan nu 3 lossen maken. En een stokje op het stokje. Gewoon waar je de markeerder hebt gezet, dan ga je gewoon het patroon verder volgen. Gewoon stokjes op de stokjes. En dit is het patroontje van het waaiertje. Daar zet je weer 2 stokjes in. En een losse. En 2 stokjes. En we vervolgen gewoon de toer die we, waar we mee geëindigd zijn, hoe groot dat je hem wil hebben. En dan zet je gewoon weer een stokje op een stokje. En we meerderen nu niet. Dus het is nu gewoon naar de markers gaan, naar de steekmarkeerders. En dit patroontje gewoon volgen. Ik tel ook nu eigenlijk geen toeren meer, want ja, het maakt niet uit. Je moet dadelijk even, ja, als je het volgt en je snapt het principe, dan haak je gewoon verder totdat je hem groot genoeg vindt. En we steken weer gewoon een stokje op een stokje. 1 stokje op elk stokje. We meerderen niet meer. We gaan nu dus zeg maar aan de onderkant van het met het lijfje verder haken. En we zijn nu bij de steekmarkeerder en dan zetten we 2 stokjes nog, omdat deze in de waaier valt. 2 stokjes. En een losse, en dan gaan we naar deze volgende. Dan keer je het werk. En hier zet je weer 2 stokjes in. En zo heb je dus hier het armsgat. En we gaan weer verder met het patroon. Gewoon het patroon volgen nu. Gewoon een stokje op een stokje. Ik haal even de steekmarkeerders eruit. En je volgt het patroon. 2 stokjes, een losse en 2 stokjes. En nu een stokje op een stokje. En we komen nu weer aan bij een marker, dus dat betekent dat we hier dus weer moeten sluiten. Eventjes deze afmaken. 1 stokje, 2 stokjes, een losse en 2 stokjes. En de marker zit in het eerste stokje, dus daar steken we 1 stokje in en dan draaien we het werk en dan gaan we die vastzetten op dit eerste stokje.
En dan heb je hier dus je begintoer en die sluit je dus met een halve vaste. Even liever twee lusjes dan één. Dan zit hij beter. Zo, dan sluit je hem. En dan ga je weer omhoog werken met drie lossen. En dan pak je weer het patroon op. Een stokje op een stokje. En weer een stokje op een stokje. Ik laat even de marker hier. Ja, die haal ik even los. En die zet ik hier dus op, omdat je hier dus met de nieuwe toer begonnen bent. En dan weet je altijd waar je een nieuwe toer moet beginnen. En dan pakken we hier weer het patroon op. Met twee stokjes, een losse en twee stokjes. En zo vervolg je de hele toer totdat je weer bij de marker bent. En dan kom ik bij je terug. Als je hier weer bent, dan kom ik weer bij je terug. We zijn nu aangekomen bij de marker en we hebben gewoon het patroontje gevolgd. Dus ook aan deze kant bij de armsopening. Volg je gewoon het patroon zoals je het in het voorgaande patroon hebt gedaan. En hier is de marker. En hier heb je twee stokjes en dit is dus het beginstokje. Dus hier sluit je de toer. En je zet ze weer drie omhoog met drie lossen. En dan zet je weer een stokje op een stokje. En we gaan weer twee stokjes en een losse doen. En we gaan nu deze waaiertjes gaan we hier tussen zetten om het meerdere, zodat je het rokje krijgt, zodat je dus echt dit patroontje gaat dan weer met meerdere wordt het wijder. Dus we gaan nu verder met het patroon, maar we gaan nu wel meerdere, dus 1 2 3 4 5 6 7 waren we geëindigd, maar misschien als je een grotere maat hebt dan zitten hier meer stokjes op, maar ik ga nu in het midden hiervan. Dus ik zet er nu drie op, drie stokjes op de volgende stokjes, elke een stokje op een stokje. En hier in het midden dus, dat is deze, dit stokje, het middelste stokje. En of het nou 14 stokjes zijn of 12 of 9, gewoon in het midden. Daar zet je een stokje en daar zet je twee stokjes in. En weer een losse en weer twee stokjes. Als je maar dat ritme dan aanhoudt, hè? Dus in deze meerdering, als je hier dus die waaiertjes gaat zetten, dat je die dus ook in het midden van je stokjes doet. En dan zet je weer stokjes
op stokjes. En dan gaan we weer een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje. En in de vierde gaan we weer een waaiertje zetten van 2 stokjes. 1, 2 en een losse en 2 stokjes. En weer een stokje op een stokje. En dan zijn we hier bij het armsgat en daar heb je dus het waaiertje, dus daar zet je weer een waaiertje in. En een losse en 2 stokjes. En een stokje op een stokje weer. En dan gaan we weer in de middelste een waaiertje zetten. En in dit geval is het in de vierde, maar misschien is het bij jou wel verder dat je hem groter hebt gemaakt. En dan lossen en weer 2 stokjes, allemaal in dezelfde opening. En dan weer een stokje. Op een stokje. En zo maak je de hele toer af weer. Tot je bij de marken bent. En hier gaan we weer een waaier in zetten. En weer een stokje op een stokje. Nou, we zijn al bijna bij de marker, dus ik ga gewoon maar even door. En dit is weer het einde van de toer, dus dan sluiten we de toer met een halve vaste, het liefst 2 lusjes. En dan zetten we weer 3 lossen op, 1, 2, 3 en we vervolgen het patroon. En we zijn weer bij het waaiertje met 2 stokjes en een losse en 2 stokjes kijk en hier heb je dat waaiertje gemaakt en dan betekent ook dat het wijder wordt het jurkje dadelijk weer. We zetten nu even stokje op een stokje weer. En dit is het waaiertje, dus dat moet je in de waaier. Dan moet je goed opletten, want je hebt er nu dus 3 aan één kant en 3 aan de andere kant, dat je niet in de waaier zit. Dus dan moet je het stokje op het stokje pakken. Dat zijn er 3.
en weer in de waaier. En het stokje op het stokje. En zo ga je de toer verder. En dan kom ik dadelijk weer bij je terug. En we zijn weer geëindigd bij het met de toer, dus we sluiten de toer weer met een halve vaste. We maken weer 3 losse en we zien hier die 3 stokjes. We hebben een waaiertje, we hebben 3 stokjes en nu gaan we toch weer meerdere met beide stokjes. Dus we zetten nu 1, dit telt mee als stokje en dan zetten we hierin nog een stokje. Dus na de tweede of na de eerste, dan zetten we een stokje op het stokje, dus is 3 en dan pakken we nog een stokje op het stokje, dat is 4 en we pakken weer het patroontje op van het waaiertje, 2 stokjes losse en 2 stokjes. En we gaan weer meerdere, 1 stokje en een stokje na het eerste stokje en een stokje daarna op het stokje en nog een stokje op het stokje, dus dan hou je 4 stokjes. En we gaan weer het waaiertje doen, 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes. Dan weer een stokje op het eerste stokje. Een stokje ertussen en een stokje op het middelste stokje. En een stokje op het volgende stokje, dat je de 4 hebt. En zo maak je deze toer weer helemaal af. En ik haak nog even vrolijk door. Zo, en dan zie ik je weer, dus dan maken we deze toer af en dan zie ik je weer als we bij de marker zijn bij de volgende toer. En we zijn weer geëindigd met de toer, dus we sluiten de toer weer met een halve vaste. En je gaat weer 3 omhoog met 3 losse. En nu heb je de 4 en nu gaan we de 5e er tussen de 2 inzetten. 2 stokjes, dus een stokje op een stokje. Dus is 1, 2 en dan gaan we in het midden nog een stokje. Dus 3, 4, 5. Dan weer 2 stokjes. 2 stokjes, een losse en 2 stokjes. Dan weer een stokje op een stokje. En in het midden zetten we er nog een extra stokje bij. Zodat we in totaal 5 stokjes hebben. En dan komen we weer bij het waaiertje uit. En weer een stokje op een stokje.
En in het midden nog een extra stokje. Oh, en ik sla er één over, zie ik. We hadden er hier 4, we moeten er 5 uitkomen. 1, 2, 3, 4. Nou, ik doe het te veel. Ik ben te enthousiast met mijn stokjes. Even een stukje uithalen. Dit is 1, dus dit wordt 2. Dan de derde tussenin. En dan de vierde op het stokje. En de vijfde ook op een stokje. Dan hebben we er 5. En weer 2 stokjes. En lossen. En 2 stokjes. En dan gaan we weer meerdere met een stokje tussen de 2 stokjes in. Een, twee, drie, vier en de vijfde. En zo maken we de toer weer af, totdat we weer bij de marker zijn. En dan zie ik je weer terug. En we zijn weer bij het einde van de toer. En dan sluiten we de toer weer met een halve vaste, 3 lossen en 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we nu de 6e stokjes maken. Dus 1, 2, 3. En dan in de derde nog een stokje erbij maken. Dus 4. En dan weer gewoon een stokje op een stokje. 1, 2, 3, 4, 5. En dit wordt de 6e. En we pakken het waaiertje, 2 stokjes en losse 2 stokjes. En we gaan weer op het derde stokje een extra stokje maken. En weer het stokje op het stokje. En op de derde pakken we nog een extra stokje, zodat we in totaal 6 stokjes hebben. En zo maken we de hele toer weer af. Een stokje op een stokje. En bij de derde maken we 2 stokjes. En het is ook leuk om met 2 verschillende kleurtjes te werken, zoals ik in dit jurkje heb gedaan. Dit jurkje is gewoon iets groter, maar dan heb je... Ja, dan gaan we weer meerdere. Maar ik laat het even zien. Hier heb je dus 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes. En dan ga je weer hier een waaier tussen maken. Maar ja, zo krijg je die volle rok eronder. Maar dit is ook een maatje groter hoor. Dus voor een heel klein babytje is het lastig als er zo'n grote rok aan zit. Maar voor een kindje dat er kan zitten. En we pakken daar ook wel een ander kleurtje erbij. Dus we maken even deze toer nog af. En dan zie ik je weer en dan pakken we even een ander kleurtje bij.
We zijn nu weer op het einde van de toer, dus we sluiten de toer, maar we pakken meteen een ander kleurtje erbij. Dus ik heb hier een beetje licht roze, ook van de Supersoft van de Zeeman. En je kan met meerdere kleurtjes werken. Ik zal dadelijk even laten zien. 3 lossen weer. Ik zal dadelijk even laten zien zoals het in het andere jurkje is. 2, 3. 3 lossen dus en je hecht de draad goed aan. En we gaan dadelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7e maken. Ik zal eventjes het andere jurkje laten zien. Kijk, hier heb ik wit erbij gebruikt. En het wit is ook wel heel mooi. En dit is het lichtroze. Maar het wit heb ik nu niet meer, want het is op. Maar het is wel leuk om een jurkje te maken met meerdere kleuren. Maar als je één kleur pakt, is het ook helemaal prima. Dus dit telt mee als eerste stokje. We gaan nu het 7e stokje maken. Dus dat doen we. We maken eerst het 2e stokje. Het 3e. En hier tussenin zetten we het 4e. En dan maken we weer een stokje op het stokje, zodat we op 7 uitkomen. En ik heb ook de draad even aan laten hangen, zodat je dadelijk, als je weer met de andere kleur bezig bent, dat je die weer gewoon kan oppakken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de 7e. En dan weer in het waaiertje 2 stokjes. 1 losse. Stokjes. En nu moet je wel uitkijken dat je wol niet door elkaar gaat. Dus ik leg mijn ene bol aan de ene kant en mijn andere bol aan de andere kant. En nu gaan we weer 3 stokjes gewoon op elk stokje doen. En dan gaan we eentje meerdere. Daarna in het midden en dan weer gewoon een stokje op elk stokje. Even kijken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sorry hoor dat ik een beetje... Ja, het enige wat je moet doen is wel goed even goed tellen dat je alles hebt. En weer een stokje op het eerste stokje, tweede en na het derde doen we eentje ertussen en dan op het vierde doen we de 5e, de 6e en de 7e en dan weer de groepjes van 2. Een losse en 2. En zo maak je deze toer weer af. Zie je hoe leuk het is om van kleur te veranderen, zodat je ook het patroon beter kan gaan zien. En dan zie ik je weer bij de volgende toer. En we zijn weer geëindigd. Met deze toer en deze toer sluiten we weer met een halve vaste, maar we pakken wel het andere draadje meteen op, want we willen weer met een ander kleurtje gaan beginnen. En dan pak je weer 3 lossen
En dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk hoor, dit is dan de zevende. En nu moeten we er 8 gaan maken, maar ik wil in het midden van die 7, dus 3, 3. Ja, dit is 3. Dit is 3. In het midden ga ik weer een waaier maken. Dus 1. En de volgende is 2. En dan gaan we in die middelste weer 2 stokjes in dezelfde steek en een losse en nog 2 stokjes. Dus hier hebben we weer een waaier en dan pakken we wel weer hier gewoon de steek als stokjes. Dus dit wordt weer 1 stokje. 2 stokjes. 3 stokjes. 4. En dan pakken we hier weer gewoon de waaier op. Met 2 stokjes, een losse en 2 stokjes. En dan gaan we weer 3 stokjes. En dan in de middelste weer 2 stokjes. Een losse en 2 stokjes en weer 3 stokjes en weer gewoon het patroontje volgen en dan gaan we weer op de stokjes 3 stokjes op 1 stokje op elk stokje en in de middelste doen we weer 2 stokjes een losse 2 stokjes en weer 3 stokjes. Zo maken we de hele toer weer af en dan zie ik je weer bij de steekmarkeerder. Kijk, en zo krijg je echt al een leuk jurkje. Ik zie je zo weer. We zijn weer bij het einde van de toer aangekomen en we gaan weer met een andere kleur werken. En dan pak je de draad op die je nog hebt. Je sluit de toer af en je pakt de andere kleur. Oh. En je begint weer met 3 lossen. En je ziet dat je hier die waaier in hebt gemeerderd. Dus je volgt nu weer gewoon het patroon. 1 stokje op een stokje en dan is dit de waaier, dus dan ga je 2 stokjes in de waaier zetten en een losse en 2 stokjes. En zo volg je het patroon en zo kan je steeds verder. Ik
Ik ga nu afsluiten. Je kan steeds verder, zeg maar, het rokje langer maken. En je kan hem zo groot maken als dat je wil, het jurkje. Kijk, hier is het jurkje helemaal af. Ik zal het. Deze is groter gemaakt. Ik heb in het midden een lint erin gezet. En de randjes, ik zal eventjes laten zien, heb ik gewoon afgewerkt met een vaste. Vast te steken, strik erin en twee kleurtjes hier, roze en wit. En ik hoop echt dat je het een leuk patroon vindt. Duim omhoog en ik zou zeggen abonneer op Iedereen Kan Haken. Er komen nog veel meer leuke dingen. En bedankt voor het kijken. Abonneer kan je hieronder doen, op mijn foto klikken. En dan zie ik je weer de volgende keer. Dankjewel voor het kijken.